De Les de Mert in Druten gaat dit najaar alweer niet door. De geldende coronaregels gooien roet in het eten van de jaarlijkse veemarkt. Zo moeten er vaste looproutes gelden en mag er geen alcohol worden gedronken op het terrein. Het aanstellen van mensen die op die regels toezien zou te duur zijn, volgens organisator Martin Pardoel. De Les de Mert is bekend en geliefd bij Drutenaren, maar er is ook altijd kritiek. Sommigen vinden dat er te weinig gedaan wordt voor dierenwelzijn. Nu de Mert niet doorgaat, wordt ook die discussie weer een jaar uitgesteld.